Leerdam. Cabral. Cabral nog altijd. En dat is een prachtige treffer van Gerson Cabral. 12 minuten op de klok. Koeman juicht. En Feyenoord heeft de voorsprong. Hier begint het allemaal. Het avontuur van Gerson Cabral. Echt lastig gevallen wordt hij niet. Maar hij moet nog een hoop doen hoor. Van buiten de 16 trapt hij hem prachtig binnen. En bewijst eens te meer dat hij een van de grote talenten is bij Feyenoord. Cabral. Ja. Hemte. Door de benen gespeeld. Deze ook nog goed voorgeven. Dat lukt dan net niet, maar Cabral is aardig los. Kijk eens, Hemte kwam iets te enthousiast in. Hard hoor. Met de Klaas aangeschoten en dan Mulder. Ver. Grote pas. Ver. Ver. Niet lastig gevallen. Ja, dan uiteindelijk schiet hij tegen Vukovic aan. Die boos is. Want hoe kun je het zo ver laten komen? Cabral. Oh, en een eigen doelpunt. Nee, voorkomen door Titon. Vukovic bijna. Maar het is nog niet gedaan. Ja, nu wel. Omdat Fernandes die bal er niet in krijgt. Let op de lage voorzet van Cabral en het onbehouden werk, onbeholpen werk van Vukovic. Het overzicht van ver, maar dan krijgt Fernandes de bal op het dijbeen. En ja, dat kan ik begrijpen. Bij Roda gaan ze nu denk ik wel wisselen, want June gaat erbij zitten. Last van de hamstrings. Hier lijkt het erin te schieten. Ongecompliceerde Malky. En nu dus in voor de geblesseerde Soetsuin. De Beulen. Montaigne. Bal snel gegeven. Juncker daar in de buurt. En ook Malky. En Mulder. De harde schot van de Loge. Cabral weggestuurd door El Amari. Cabral. En nu het overzicht houden. Dat doet hij. Het schot is goed. Het is 2-0 voor Feyenoord. Ver. En Cabral is weer belangrijk. En Ver heel rustig. Juicht Ver onder andere met Dani Fernandes. Paas van El Amari. En Cabral is weg. Dat is slecht verdedigd. Zoveel is waar. Cabral blijft dan heel rustig. En Ver schuift de bal bekwaam binnen. Titon kansloos. En Ver luid bejubeld. En ruimte voor Cabral. Ruimte die je hem nooit moet geven, maar vanavond zeker niet. Hem te voorbij gelopen. En Cabral haalt maar weer uit. En het is 3-0. Het is 3-0. Hij kan het laag, hij kan het hard, hij kan het hoog. Hij kan het allemaal vanavond. Gerson Cabral, weer naar binnen, zoals hij dat al vaker deed. En kijk eens, hoe beheerst hij dan die bal in de verre hoek legt. Maar hoe onbelemmerd hij dat ook mag doen. Grote pluim voor Cabral, die geven we. Maar Roda moet zich ook schamen. Ramsey. Weggehaald door Vlaar. En een prachtig knal. Een grote afstand, weggehaald door Mulder. Een applaus voor de vertrekker en een applaus voor de man die komt 13 september 2009. En nu is hij dan terug. Fladeres, Ramsey. Een aardige poging. Feyenoord wint zeer overtuigend met 3-0 van Roda JC. En het had een grote Cabral in de ploeg. En ook Ver die scoorde. Is het zijn laatste wedstrijd geweest voor Feyenoord? Dat zou zomaar kunnen. Dan is het een gedenkwaardige, een hele mooie geweest. Fernandes viert zijn terugkeer met de supporters. En wat is er mooier dan terug te keren in zo'n wedstrijd?